Het is belangrijk om reeds bij geringe klachten direct contact op te nemen met het BOG. Dit zegt infectioloog Steffen Vreden. Volgens Vreden wachten mensen veel te lang voordat ze zich aanmelden via de hulplijn 178. Het is belangrijk dat mensen met symptomen direct contact maken met het BOG, omdat een dag voordat de klachten zich voordoen, iemand al besmettelijk kan zijn voor anderen. Dus laten wij niet het 2-3 dagen aanzien en in die tijd ons helemaal niet isoleren. Het is belangrijk om bij geringe klachten, en ik noem die klachten nogmaals, het is hoesten, het is hevige hoofdpijn, het is lichaamspijnen. Sommige mensen hebben alleen maar pijn op de borst. Sommige mensen zijn alleen maar kortademig of voelen zich niet lekker. Laat je in zo'n geval snel onderzoeken. En let er ook vooral op dat als er iemand in je omgeving is die hoest en die geen aanstalten maakt om zich te laten onderzoeken, breng het ter sprake en zeg tegen deze persoon, jij moet je eens laten onderzoeken en begin alvast je te isoleren ten opzichte van die persoon. Alleen op die manier, mensen, zullen wij deze uitbraak nog kunnen beheersen. Vreden heeft uitgelegd hoe een mond- en neusbedekking op de juiste manier gebruikt moet worden. Dit deed hij omdat president Chandrika Prasad Santokhi heeft aangekondigd dat het dragen van een mond-neusbedekking nu verplicht is. Het belangrijkste van deze maatregel is dat u weet dat als u uw huis verlaat, dat u in ieder geval een mondmasker bij u heeft. Als u in uw eentje in de auto zit of op de fiets stapt, dan hoef je natuurlijk tijdens het fietsen of in de auto dat mondmasker niet op te hebben. Dat is niet zinvol. Want het mondmasker is vooral bedoeld om mensen in je directe omgeving te beschermen en zelf ook bescherming te krijgen tegen eventueel andere geïnfecteerden. Maar als er geen mensen in de buurt zijn, dan hoef je dat masker natuurlijk niet op te zetten. Dus deze regel is met name bedoeld, als je het huis verlaat, zorg dat je een mondmasker meeneemt en zet dit masker op zo gauw als je in contact komt met andere mensen. Maar zolang je alleen op de fiets, de bromfiets, de auto bent, dan hoef je dat masker echt niet op te hebben. Dat was infectioloog Steffen Vreden. Hij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie van de overheid.